Boys, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Dag 4. Vlog 4. We zijn in Spanje. We beginnen met een ochtendwandeling. Nou, ochtend, het is 12 uur, maar het voelt als ochtend. En ja, ik heb echt geen idee wat we vandaag gaan doen. Ik heb wel alvast gedoucht, maar ik weet niet of je dat nog ziet. Maar, we hebben nog één nacht. En ongeveer 2 dagen, want we vliegen morgenavond pas. Dus we gaan er sowieso mooie 2 dagen van maken. Ik ben echt doodmoe. Ik denk dat jullie dat wel zien aan, maar ja. Boys, de trainer heeft al mijn eieren verstopt, man. Tussen alle rotsen hier. En elke keer zit er een ei of 10 of 5, 20 euro. Dus iedereen is een beetje aan het zoeken. We hebben nog maar 1 om te vinden of zo. Heb jij er al een, Mike? Nee. Wat een oefening, zeg. Jongen. Goedemorgen. Ja, gast. Helaas. Kijken of we nog eentje kunnen vinden. Dat zou wel fijn zijn, maar ja. We zien het wel. Boys, we kijken 2 seconden en we hebben de rode. De 20 euro hebben we gevonden. GG. Boys, Philip heeft ook gewonnen. Hoeveel heb jij, jongen? De score zit voor 5 euro. Tuurlijk. Hey, de 2 donnies, tuurlijk. Ik heb een ei gevonden, maar ik heb geen geld, man. Ja, ja, dan doe maar. In de rust, 1-1. Boys, na dat moment in de rust, letterlijk 2 minuten daarna, kreeg ik 1 lijp knietje, maar echt gewoon, als een jongen die 200 kilo was voor mijn gevoel. Tering groot, hij kwam aansprint, hij beukt gewoon vol in, geeft, ik vooral met zijn knie gaat vol tegen mijn bovenbeen aan. En ja, ik heb nu zoveel last van, ik kan nauwelijks lopen en zo, het is echt ziek. Ik ga vanavond waarschijnlijk ook, nou waarschijnlijk, ik ga vanavond dus niet uit, want ik kan gewoon letterlijk niet normaal lopen. En ja, of dan ga ik niet naar de club. Jongen, jongen, we hebben uiteindelijk, die wedstrijd is nog gestaakt, volgens mij. Nou, hij is eerder afgefloten omdat er ruzies kwamen, zo. Een gevecht tussen een ouder van mijn team en een speler. Het is allemaal gezeik, jongens, het is echt... treuren. Ik kan niet tegen dat zoiets op de laatste dag moet gebeuren. Tenminste heb ik wel, sowieso ik heb heel veel leuke dagen gehad hier. En ik vond het vandaag ook een leuke dag, tot dit moment natuurlijk. Maar ja, zoveel heb ik hier niet op te zeggen. Hij deed een soort express, hij liep ook gewoon lekker weg zonder überhaupt sorry te zeggen ofzo. Het was niet per ongeluk. Ze ging nog lachen en zo, ja. Van die Franse jongen die deden hard en zo, ja, daar kan ik niet tegen, maar ja. Ik hoop deze vakantie niet verpest door dit hoor. Dus ik heb sowieso een goede, hele leuke vakantie met mijn voetbalteam. Met al mijn vrienden en ik hoop dat jullie ook een beetje hebben genoten van alles. Morgen is de laatste dag. Morgen vliegen we laat. En morgen ga ik ook lekker vloggen. Vandaag de laatste dag. Ik heb tering veel last. Echt, ik strompel echt. Ik kan niet normaal lopen. En ja, we zitten een beetje de hele dag een beetje in het hotel. Nu gaan we een rondje lopen. Maar ik loop als echt. Dat het zo snel mogelijk over is, want Koningsdag komt ook binnenkort en 2 weken vakantie wil ik ook gewoon lekker kunnen voetballen en zo met vrienden buiten. Maar ik maak lekker de beide dag 4 en dag 5 bij elkaar, want ik doe bijna niks die 2 dagen. Ik maak er lekker 1 vlog van. Ik vlieg vanavond laat, pas om 10 uur of zo. Het is nu ongeveer 2 uur en of 2:30. We gaan om volgens mij 5 uur gaan we weg bij het hotel. Dus dan, en dan vlucht is dan 2 uur, dus zijn we 12 uur thuis. Dan ga ik lekker naar huis en lekker slapen. Rust kan ik wel goed gebruiken. Boys,
Jongen, jongen, jongen. Op de vlog! Op de vlog! Op de vlog! Ruino! De boys? Philip! I feel. I feel. Right in on the horse! Oké! Ik vind het vandaag, ik vind het vandaag. De haan is een ander voor. Watch in de pen, and we watch in de school. En pas de boot, graag en schuwaard. Ik vind het vandaag. We zijn ingecheckt. Zeker wel. Je hart is goed, man. Het ziet er niet uit. Ja, boeien. Ja, boeien. Faya. Ik zei hele vakantie al zo met mijn hart. Alleen de allereerste dag toen we uitgingen, toen hadden we nog even hard gedaan. Die finale gisteren. En ja. Lekker Burger King hebben we net gegeten. Dus laten we lekker zo naar het doel aan gaan. Lekker vliegen. Ik hoop dat ik er normaal kan zitten, want ik heb fucking veel last van mijn been, want ik kan nauwelijks lopen. Boys, ik ben inmiddels al een paar dagen thuis, maar... ik wilde het afsluiten, maar het werkte niet ofzo. Dus nu ga ik het lekker doen. Helaas, het voetbaltoernooi konden we niet winnen. Maar ik heb echt super genoten daar. Ook, ook om te vloggen, want vlog vind ik ook gewoon leuk om te doen. En ik ben net een paar dagen thuis, dus ik heb Koningsdag heb ik gisteren gehad. Dus ik ben een dagje aan het uitrusten. Het leuke is, ik heb zoveel mensen, ik weet niet, ontmoet. Die gewoon zeiden van ja, leuke vlogs en zo. Die heb ik geen idee wie het waren en zo. Dus even mee gepraat, vond ik echt gezellig. En dit is de laatste vlog, de laatste 2 dagen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar alle vlogs. Als jullie nog tips hebben om, weet ik veel, om iets of over iets, zet ze even in de comments. Dan ga ik er zeker naar kijken. En ik ga binnenkort weer vloggen als ik naar FIFA toernooi ga. Dat is denk ik interessant voor de meeste kijkers. Want iedereen is denk ik geabonneerd vanwege mijn FIFA. En dan, ik zet ook weer mijn weekly, dus ga straks leuk door. En dan, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie binnenkort. Later mensen.